Ja, lieve vrienden. Een hele, hele goede middag. Het is net middag. Oké. Het is 12:08. Ja, ja. En we leven op zaterdag de 12e mei. Ja, 2018. Ja, ook dat nog. Ik krijg straks weer een begeleidster op bezoek die eigenlijk door de week behoort te komen. Maar die niet kon en ze moet vandaag werken en dat is hier vlakbij waar ze moet werken. En die komt dan even een bakje doen. En ook Astrid die komt er even bij zitten, want er zijn dingen waar ik het niet mee eens ben en daar komt Astrid me even bij ondersteunen, ja. Dus dat komt allemaal wel goed. En daarna gaan we eventjes lekker, denk ik, de stad in. Er is markt. En ik wil even naar Hans Anders. En misschien dat Astrid met me mee wil. Ja. Gaan we gezellig samen doen. Ja. Dat weet ik nog niet of ze dat wil. Mondje die loopt om me heen. En ik zal eens even buiten kijken. Dus ik neem jullie even mee. Het is heerlijk weer. En ik heb mijn beestjes maken er weer een puinhoop van in de tuin. Die moet ik zo meteen weer opruimen. Want daar heeft het hondje weer wat gedaan. Dat laat ik me niet zien. De radijsjes die komen trouwens al op. Ja. Dat zijn... Even wachten. Deze bladeren. Dat zijn radijsjes. Ja. Dus daar ben ik helemaal blij mee. En nou is het nog afwachten. Ja, wat is de sla? Dat weten we nog niet. Nee, dus dat is weer afwachten. Maar dat merken we wel. Ja hoor, het zal ook eerder zo komen, denk ik. En als we geen regen krijgen, dan moet ik vanavond de tuin weer gaan doen. Ja, maar ik zit met die slang die aan die raspen zit. Nou, die kan ik niet wel afwikkelen, maar niet opdraaien. Want op een gegeven moment gaat het te zwaar en te stroef. En dan heb je ook weer flexibele slangetjes. Ja, ik denk dat ik dat mag gaan kopen. Hey kerel, heb je haast of zo? Kijk, een vlindertje. Dat vlindertje. En daar is je die gek. Hey kerel, kom eens bij vrouwtje. Kom eens. Kom dan. Ga je daar? Kom dan. Kom dan. Hey. Hey man. Hey, ben je lief? Ja, hè? Oh. Hij is ook. Maar ja, oké, lieve vrienden, ik wens jullie allen een heerlijke zaterdagmiddag. Geniet ervan, het is heerlijk weer. Ja, het is wel een sluibewolking. De lucht is scherp. Je hebt wel een zonnebril nodig. Het is niet koud, vind ik, want ik zit te smelten omdat ik mijn vest aan heb. Ja, en zo dik is die vest niet eens. Maar oké, ik ga naar binnen en ik ga een bakje koffie maken. Broodje maken en de vaatwasser moet ik vullen, want ik heb van gisteren natuurlijk weer een berg met afwas. Oh, ik moet even wat wegklikken op mijn pc. Dat zal ik ook gelijk even doen. Dan is de pc ook weer werken klaar. Dus ja, even de vaatwasser eerst trouwens leeghalen en dan weer vullen, want er staat genoeg om te vullen. Ja, dus. En ik moet hondje eten geven. Dus genoeg te doen. Ja, ja. Dus ik zeg nogmaals. Welkom eigenlijk nog. Ik geloof ik vergeten. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beesten. Ja. Dus, komt allemaal goed. Tot straks maar weer. Doei, doei. Ja.
en dan gaan we lekker eventjes de stad in, even van het mooie weer genieten. Ja, ja, en Arthur die gaat lekker met me mee. Mijn hondje die is net de trap opgelopen, die gaat slapen. Ja, dus die ligt boven. En kijk eens, ja, ik kom zo. Kijk, daar zit onze rode rakker, die blijft buiten. Dus ja, ik ga lekker de stad in, dus ik zeg, geniet van alles wat jullie ook doen gaan. Doei, doei. Mijn hondje is zo blij dat we er weer zijn, ja. Dat we hebben lekker genoten, of niet dan, zusje? Jazeker. Mooi, dat dacht ik ook, wat ben je al aan het doen? Wij hebben met z'n tweeën lekker genoten. We hebben een terrasje gepikt. Ja, we zijn over de markt geweest en we hebben eventjes lekker gegeten. Ja, lekker pu. Oh jee. Oh jee, ik ook hoor. En daar is onze rode rakker en ons hondje weer. Ja, maar ook wij zijn blij, want het is warm in de stad met de zon. Ja, als in de zon hoor, zeg ik. Maar let wel. Ga niet in de schaduw, want dan is het weer koud. Maar ja, dat heb je in Den Helder. Ik kan er ook niks aan doen. Dus we gaan nou weer even genieten van een bakje koffie. En dan zien we wel weer. Wat ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei, doei. Ja, lieve vrienden, en het is alweer, hoe laat is het? 10:06, zoiets, geloof ik. Ja. Zoiets, even aan de muis bewegen, zien we het beter. Ja, 18:09, dus bijna 10:00 moet kunnen. Het is ook nog steeds 12 mei, nog steeds op een zaterdag. Ja, en Astrid en ik hebben vandaag weer een leuke, gezellige dag gehad. En ik had nou niet thuis, maar we zijn even weg geweest. En ja, dan krijg je te horen dat je uit moet kijken met vloggen. 25 mei wordt de wetregels strenger. Nou hallo, je bent buiten. Mag je toch vloggen, dacht ik. En in mijn eigen huis mag ik ook toch vloggen, dacht ik. En buiten, dat is een vrije wereld, toch? Ja. Dat, ja, ik probeer gewoon door te gaan hoor. Simpel. Ze gaan er niet mijn hobby afnemen. Ik doe niks kwaads. Simpel, en als ze niet op de film willen, moeten ze niet voor me lens lopen. Simpel zat. Ik ben weer even met een lekker bakje koffie bezig en daarna ga ik voor de pc eventjes nou wat voor mezelf doen. Ik ben bezig geweest hier in huis. De haren vliegen alweer rond. Jeetje. Ik heb meneertje daar, hoe heb ik even met speciale handschoenen geaaid. En, maar er ligt daar allemaal een pluk haar op de grond. Maar ja. Ik heb het schoongemaakt na die tijd. En mijn water heeft gekookt. Dus even water op de koffie doen. Hoppata. Zo. En dan nemen we dat mee naar de voorkamer. Zo simpel als ik weet niet wat. Hoppata, dat was een stoel. En dan gaan we dat gelijk eventjes op. Kijk, dat bedoel ik, dat plukkie. Nou, weg ermee. Gelijk in de vuilnisbak. Toch of niet dan? Laat je niet leggen als je dat ziet leggen. Bah. Maar ja, hop in de vuilnisbak. En dan moet mijn mobiel mee, want Karin die heeft wat ingesproken. En ik moet mijn stok mee. Dus alles in één hand. Oh, ho, 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 dat gaat hier mis. Gaat mis, gaat mis. Nou, doe het zo. Sleep ik hem wel mee. Ja. Hup. Zo, stok ophangen. Op zijn plekje. En dan zullen we zien wat Karin zei. Oké, nee, maar bij de Action verkopen ze ook in die schelpen voor even 5 euro nog wat. En ze verkopen ook een hondenzwembad. En die is 15 euro. Nou, sorry, ik ga geen 15 euro kopen, al iets kopen voor, terwijl ik hier zou zien. Deze is 19 centimeter instap. En is een hondenzwembad en die is 30 centimeter instap. Nou, sorry, maar dan doe ik toch wel echt eventjes eentje voor
19 en dat is deze schelp. Ja, dat bedoel ik maar. En mijn hondje Lief, die is dus niet zo dol op water. Nee. Dus dan koop ik ook liever iets wat goedkoper is dan een hondenzwembad. Ook trouwens nog nooit van gehoord. Maar ja, ik zoek het gelijk zo meteen eventjes op internet. Want dat heb ik nog nooit gezien. Dus dat komt goed. Ik ben ook eventjes aan het vloggen. Dus dit komt er ook lekker even op. Maakt allemaal niks uit. Nee, dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, dat was dus Karin. Ja, die heeft altijd van die leuke ideeën. Ze gaat ook een snuffelmat maken voor dit geval wat die voor me ligt. Ja, die... Dan komt een snuffelmatje voor. Heeft hij nog meer speelgoed. Nou, en daarom speelt hij ook lekker mee. En dan heeft hij zijn bal nog ergens leggen waar die momenteel... Oh, die ligt daar. Daar heeft hij zijn bal leggen, die rode. Dus daar doet hij het ook lekker mee. Gaat hartstikke leuk allemaal. Ja, en ik ben gek op mijn diertjes. Echt wel. En het is nog steeds prachtig mooi weer, hè. Heerlijk, ik geniet ervan. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ook nog van jullie vooravond. Ja. Degenen die laat zijn met eten, smakelijk eten. En ik kom straks nog wel even een keer retour. Tot straks. En een goede nacht, ochtend. Wat is het, ochtend? Lieve vrienden, ja, ik wil nog steeds eigenlijk afsluiten vanaf de zaterdag. Ja, want ik heb het druk gehad. Visite. Vanavond onverwacht visite. Ik heb mijn cameraatje niet omdraaien, oftewel mijn mobiel, want het licht is aan. Dus ja, dan maar zo even, hè. Ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, het is al heel, heel erg laat. Zeker vroeg in de ochtend, zondagochtend. Ik zeg nog niet goedemorgen of wat dan ook. Nee, want ik ga nog naar bedje toe. En ik zeg welterust allemaal. En slaap lekker. En tot na de nacht. Oftewel, wanneer het weer licht is. En ik weet niet of ik naar de kerk ga, want... We krijgen slecht weer op de opkomst en er is onweer voorspeld. En dan komt deze dame er niet uit. Niet. Dan blijf ik liever veilig in mijn huisje. Dus ik zou zeggen, tot de volgende vlog.